Hallo kijkers, welkom terug bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik even 3 wensen van kijkers vervullen. Want die wilden blijkbaar items uit de uitlaat zien als... Ja, ik ga gewoon beginnen met de eerste van Storms kanaal. Je krijgt even binnen in de... te zien, de reactie. En die wilde van de pickaxe een drillboor maken. Nou ga ik niet alle pickaxes een drillboor maken. Want dat zou zonde zijn voor andere mensen die nog een leuk idee hebben voor de pickaxe. Ik ga een iron pickaxe, ga ik nu een drillboor maken. Want dat is wat jij wou. Sorry. Nou, dit beest wil dus de hele tijd mijn hamster aanvallen, mijn dwerghamster. En die ga ik nog eens laten zien in de video. Ik weet nog niet wanneer. Wij gaan nu opzoeken iron pickaxe. Ja, en dat is hier. Oké, dan gaan we die nu veranderen naar een drillboor. Ik heb geen idee hoe ik dit ga doen. Ik ben niet zo heel goed met je muis tekenen, dus dit gaat moeilijk worden. Maar ik heb wel een beetje een idee, want het moet namelijk een beetje grijs worden, denk ik. We gaan het wel gewoon echt mooi maken. Het moet een beetje grijs worden. En dan een beetje zo. Even kijken hoor. Zo. Ik denk dat dit wel iets al wordt. En dan even hier zo, en dan zo. En dan zo, en dan zo, en dan zo, en dan zo. En dan gaan we weer zo, en dan zo, en dan zo. Wacht, hoe zag de pickaxe eruit? Pickaxe, iron. Welke kant stond hij op? Ja, oké, okay, ik maak het goed. Dat is mooi, dat wil ik even weten. Jij mag wel wat dikker trouwens. Nee, die moet ik niet. Ik vind dat gummen alleen zo vervelend, hè. Het gaat maar een klein beetje, dus dan moet je een paar keer overheen gaan. Als je weet hoe je dit moet oplossen, laat even achter, want ik heb wel een beetje problemen. Spaan, wat doe je? Ik zeg naar buiten, sorry, maar je mag die beestje niet aanhouden. Zo, oké. Knip ik er waarschijnlijk uit, behalve dat stukje dat Gijsje het ding pakt. Dan ga ik dat even in de slow motion afspelen. Omdat dat er gewoon prachtig uitzag. Oké, dat was een foutje. Dat moet niet. Oké, zo. Je moet het even mooi net gaan maken, want anders wordt het niks. Deze moet wat meer zo. Dus ik ga even wat afgummen. Ook is die gum zo vervelend als het maar kan, want de hardheid werkt dus niet. Qua hoe je het beter uitgumt. Ik weet niet hoe ik dit ga doen. Ik ga denk ik naar één punt werken. Daarheen. En ik ga het met lijnen doen. Ook al komt dat er niet het mooiste uitzien. Dat weet ik. Dat is veel te dik. Zo. En die zo. Hij heeft een rechte lijn. En dan kan ik die nog natrekken. Zo. En zo. Oké, dan gaan we even alles invullen. Ik vind deze... Oh, dit is weer een lijn natuurlijk. Ik vind deze lastig om te maken. Want het is zo moeilijk om een mooi recht principe te maken, weet je wel. Yo, ik vind deze mooi. Ik vind deze echt mooi. Even serieus. I like it. We gaan even nog wat kleur... verandering inbrengen. Dus hier bijvoorbeeld zo. En hier ook. Zo'n beetje. Van daar is de schaduw. En hier ook. Zo'n beetje. En zo. En ja, dat is het eigenlijk wel. Ik vind hem echt heel mooi geworden, jongens. Ik ben echt trots. I'm proud of myself, boys. Oké, dan gaan we nu nog even een handvat maken. Dat vind ik wel belangrijk. Dus dan doen we zo. Deze heb ik ook gewoon niet afgeraffeld. Ik ben echt trots op mezelf, jongens. Holy damn. Zo. Ik vind hem echt nice. Even serieus, ik vind deze echt mooi. Ik ben echt trots. Laten we gaan op... Oké, dan gaan we nu even alles weghalen. We moeten het wel op dezelfde manier maken als het hier staat. Dus wel, zeg maar, zo schuin. Of zo. Misschien voor jullie. Ik heb geen idee. Het zal vast zo goed zijn. Dan gaan we nu even bruin pakken, een mooie bruin. Even kijken, hier zit. Ja, en dan met nog een zwart accentje of zo erin.
I like it. Laten we nog even wat donkerder accentje erin doen. Hier bijvoorbeeld zo. En hier zo heen. Ja, en wat lichter. We hebben geen lichter zeker. Nee, dan moeten we hier even wat verlichten. Oké, die was gemisklikt. Hier nog. Ja, dit ziet wel nice uit. We moeten weer even deze kleur terugpakken. Laten we de blaadjes gaan maken. Ik vind dat blaadjes erg lichtgroen mogen zijn. Dat vind ik altijd wel mooi als blaadjes dat zijn. Dit is iets te extreem, Cas. Jemig de pemig. Moet wat donkerder. Dat is wel een mooi blaadje. Trouwens, vind ik. Dat is een mooi blaadje. En misschien mogen er wel wat van die accentjes in. Weet je wel. Gewoon wat licht hierboven. Hier zo. Ik ga ervan uit dat het licht boven zit, weet je wel. Even een wat donkerder lijntje als midden. Dus we pakken even die bruin weer terug, die een lelijke bruin is. Zoiets. Doe nu niet zo raar. Pof. Oké, we hebben bijna ons blaadjes afgemaakt. Laat even achter of jullie dit mooi vinden. Ik vind dit echt mooi. Nou, we kunnen ook gewoon zo'n takje gewoon leeg laten, weet je. Verdorpt blaadje verpest het misschien een beetje. Of zoiets, weet je wel. Dat is wat jammer. Ik ga er geen handvat op doen. Dit is gewoon het zwaard. Dus dat is nice. We gaan hem opslaan. Opslaan. Oké. En dan staat hij ertussen. Dan de laatste. Die is van... hoe heet die? Ik moet even spieken. Oh shit. Dat is van shit, zo heet hij. En wat hij wou dat ik ging maken was in plaats van een wortel, een konijn. Nou heb ik de wortels al veranderd, echt heel origineel. Ja, en ik wil ze best terug veranderen in een konijn. Ik ga wel één van de twee, dus de gouden blijft gewoon dit, alleen dit. Ik zie nooit konijnen met roze neusjes, maar laten we het gewoon doen. Zo, dit ziet er gelijk wel uit als een konijn. Even serieus. Laten we zwarte kraaloogjes doen. En zo. Ja, dit is geweldig. Dit is perfect gewoon. En dan om echt helemaal af te maken, dit. Dit is gewoon een perfect konijn uit hoe de schepper van de wereld hem had bedacht. Konijnen hebben geen snorharen, Cas. Oké, misschien moeten we nog een piep, gewoon om het echt perfect te maken, een vlekje, gewoon een zwart vlekje, ergens op zijn hoofdje of op zijn lichaampje of zo. Wel wat lichter, want anders is het ook gewoon zwart. Zo'n vlekje en hier een vlekje. Nou, ik weet niet, volgens mij maakt het juist een beetje lelijker, maar laten we ermee doorgaan. En laten we even de oortjes een beetje veranderen. Want we hebben die kleur nu wel, maar natuurlijk moet het wel een beetje overlopen, hè, jongens. Het moet een beetje overlopen. En hier weer een ander patroontje of zo. Weet je wel? Dit, behalve die vlekken, die ga ik echt weghalen, sorry. Maar ik zie toch weer dat het gewoon niks wordt, gewoon die vlekken. Waarschijnlijk... Oh ja, wat me ook is gelukt, jongens. Dit is even leuk. Je ziet dit ei, hè? Hier bij 3. Nou, kijk. Het zijn nu echte eieren geworden. Het is me gelukt om het eieren te maken. Dus daar ben ik blij mee. Het ziet er beter uit, weet je. Oké, je ziet er alleen nauwelijks van. Maar hij is goed gelukt. Je ziet hem in je inventory. En dan denk je van, wauw, wat een zwaard. Holy damn. En dan sla je zo'n villager met een scherp takje. En dan word je trots op jezelf, weet je wel. En dan gaan we naar de carrot. Oké, hij is wel leuk. Het is wel een leuk carrotje hoor. Oh, wacht. Oh, wauw. Dit is leuk. Oh, wat? Dat heb ik nog nooit gezien. Dat is zo vet. Sorry, ik ben even blij gemaakt door deze mand. Ik weet niet hoe je die rand mooi maakt. Maar die rand is een beetje ondoorzichtig. Maar ja. Mode 0. We gaan eventjes kijken hoe die werkt. Dus we gaan hier naar beneden. Nou, het ziet er niet geweldig uit qua... Het is niet van... Met een boor. Maar ja, dat kan ik natuurlijk nooit waarmaken. Het is niet zo van... dat die boor gaat draaien.
Maar toch, het is wel, het was wel een leuk idee. Ik vind het een leuk idee. Ja, zeker. Dit ziet er nice uit. Ja, ik ben niet ontevreden over onze creaties. Laten we weer even terug gaan naar level 1. En even een pijl schieten op deze nietsvermoedende vriendelijkheid. Dus hebben jullie genoten? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Laat nog even achter wat je wilt dat ik maak in de texture pack. Als jullie dat leuk vinden natuurlijk. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei mensen!